Ik ben Jan Beijer, ik ben in 1968 in Tiel gekomen als chefredacteur van het toenmalige dagblad de Tielse Courant. Ik heb later bij de gemeente Tiel gewerkt als eerste voorlichter. Later ben ik hoofdcommunicatie geworden en ook nog een tijdje directeur stadspromotie. Ik heb in Tiel verschillende activiteiten ontwikkeld. Bijvoorbeeld, waar ik hele goede herinneringen aan bewaar, is de Tielse Profronde, waar ik medeoprichter van ben en eerste voorlichter. Eerste voorzitter, neem me niet kwalijk. Nou, mijn levensmotto is eigenlijk, en ik verbind het ook aan mijn werk, probeer zo dicht mogelijk bij de mensen te staan. Probeer het samen te doen en probeer het ook eenvoudig te doen. Samenwerken is belangrijk. Samenwerken betekent dat je vaak dingen veel eerder voor elkaar krijgt dan wanneer je alleen maar zelf aan de slag bent. Jan Beijer, welkom op dit programma van Zomervisite. Ik wilde met jou even door, zeg maar, je betrokkenheid bij Tiel heen wandelen. Want je hebt diverse dingen in Tiel gedaan. Beginnend eigenlijk, bij het begin om maar zo te zeggen. Hoe ben jij in Tiel verzeild geraakt? Ja, ik werkte bij Wegener, een grote krantenuitgeverij in Apeldoorn. En Wegener had de Tielse Courant. Dat was een twee keer per week verschijnend nieuwsblad overgenomen van voorheen de Gebroeders Campagne, een heel oud Tielse bedrijf, gevestigd op het plein. En de toenmalige hoofdredacteur, directeur, die vond mij wel geschikt om daar een dagblad van te maken. Althans, om mij naar Tiel te sturen en mij de opdracht te geven om daar een fotograaf te zoeken, een kantoor te vinden, correspondenten aan te stellen. Om op 1 november 1968... van start te gaan als dagblad Tielse Courant. Dat was voor die tijd eigenlijk een nouveauté, een nieuwe krant. Tegenwoordig verdwijnen er veel kranten. Toen kwam er een nieuwe bij. Dat is voor heel veel kijkers, denk ik, heel lang geleden, in 1968. Hoe oud was je toen? Ik was 24. Is dat niet erg jong om een krant dan te moeten opstarten? Ja. Te mogen opstarten? Ja, ik was de jongste hoofdredacteur van Nederland. Ja. Zei de vader ooit, die heeft al een keer een programma over mij gemaakt met Gabriel de Wacht. En kennelijk vond men in Apeldoorn dat ik dat aan zou kunnen, dus ik heb er ja tegen gezegd. Dat betekent dat je een dagblad opstart in een regio waar natuurlijk bestaand dagblad was. Met name het Vrije Volk werd veel gelezen in de tijd. Ja. De Gelderlanden. Ja. En dit was dan een derde dagblad. Ja, er waren er nog meer, want we hebben het Vrije Volk, heb je genoemd, Gelderlander. Maar we hadden ook het Nieuw Utrechtse Dagblad. Uit Utrecht, een kopblad van het Parool. Ook met een regionale editie? Ja, met een regionale editie. We hadden de Nieuwe Tielse Courant. Verscheen drie keer per week, gevestigd op de markt. Markt nummer 10. Ja. En we hadden het Gelders Dagblad. Had ook nog abonnees in Tiel. En hoe denk je dan, van hoe kan je profileren? Je hebt dus vele concurrenten. Je gaat een nieuw dagblad neerzetten. Had je daar een beeld van? Dat ga ik op die en die manier doen. Nou, kreeg je daar een beeld van? Nee, dat beeld werd niet aan mij meegegeven. Ik kwam in de Betuwe en ik moest eigenlijk de sfeer proeven van het gebied. Van hoe zou je dat kunnen doen? Ik dacht, as local as possible. Probeer zo dicht mogelijk naar de mensen toe te gaan. Probeer zoveel mogelijk plaatselijk nieuws te geven. Dus in elk dorp hadden we heel consequent een correspondent aangesteld. Een soort verslaggever van het eigen dorp? Iemand die daar woont? Ja, vaak was het het hoofd der school. In enkele gemeenten was ik zelfs de gemeentesecretaris, in Liende bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja. En die betalen wij 10 cent per regel. En we zorgden er wel voor dat de volgende dag hun berichten in de krant stonden. Dus we hadden ook hele nachtelijke couriersdiensten nog. Dus als er een raadsvergadering was in Liende, stond die wel de volgende dag in de krant. Ja, en hoeveel pagina's had je dan voor het regionieuws? Twee. Elke dag twee. En 's maandags vier. Dan kwam de sport erbij. Dus het was 6 dagen in de week was dat vullen? Ja. En het landelijk nieuws werd verzorgd dan door Wegener? Ja, we door Apeldoorn gemaakt. Ja. Ja. Waren een van de dingen waar je natuurlijk heel erg bekend van bent, is eigenlijk dat je de ontdekker bent, als ik het zo mag zeggen, van Hans van der Hatert. Die ging die Betuwse praatjes schrijven. Ja. Dat is ook een voorbeeld van die lokale betrokkenheid die je wilde. Ja, Hans van der Hatert was een van de correspondenten die ik heb aangesteld. Correspondent voor Echteld, IJzendoorn en Ochten. Die had 3 dorpen. Mm-hmm. En er was een vergadering in Hotel Corbelijn over de start van het nieuwe dagblad. En Hans werd ook uitgenodigd. Die vergadering had jij belegd? Ja. En ik had een verhaaltje verteld over, we gaan op 1 november van start en een nieuw dagblad enzovoort enzovoorts. En ik was uitgesproken, ik had me uiteraard wel voorgesteld en gezegd wie ik was. En ik was uitgesproken en toen ging er een meneer staan met een groot breed geruit overhemd aan. Die zei, hoe hitte jij nou ook alweer eens? En dat vond ik zo'n leuke uitdrukking. Ik dacht van, hey, zou je dat ook kunnen opschrijven? Mm-hmm. Dat heb ik hem ook gevraagd.
Ja. Ik zeg, hoe hieter hij dat? Ga je nu eens van mij opschrijven, een bierveeltje. Ik vond het zo leuk, voor die grote hanenpoten schreef hij ook nog. Ja. Dat gaan we elke week proberen. Elke week iets leuks over de Betuwe in dialect. Ja. Nou, dat heeft Hans 35 jaar volgehouden. Ja, hoe, kan je iets zeggen over, een moeilijke vraag misschien wel, maar over cijfers? Wat voor, hoe ontwikkelde zich de Tielse krant? Ja, wij zijn van nul, ja, want er waren geen betalende abonnees, naar bijna 10.000 gegaan. Zo, dat is enorm. Een enorm, dat is een enorm aantal. Ja. Er zijn aantallen waar je nu enorm jaloers op zou zijn, ja, qua aantallen. We waren ook bijvoorbeeld in Inge en in Ochten en in Maurik hadden we een dekkingspercentage van 90%. Ja, dus er zat een enorme groei en ontwikkeling, ja, in. Dat betekent ook dat het aantal betaalde krachten van de redactie, dat nam dus ook toe in de loop van de jaren bij jou? Ja, we zijn met z'n drieën begonnen. Twee redacteuren en één voor de sport. Plus al die correspondenten waar ik het over had. En later zijn er twee bijgekomen. Toen waren we met z'n vieren. Mm-hmm. Zaten jullie dicht op de politiek? Ja, nogal. Ja. We kozen geen partij, dat deden we niet. Mm-hmm. We hadden wel onze voorkeuren, maar die probeerden dan te verbergen. Ja. We waren ook niet zo bedweterig. Dus we schreven, mm-hmm, niet zoveel commentaren en analyses zoals je nu in de krant ziet. Mm-hmm. Maar we probeerden wel de leuke dingen eruit te halen. Wat interesseert de mensen in de dorpen? Daar, ja, waren we natuurlijk heel erg mee bezig. Dus ook daar weer het thema, vooral wat interesseert vooral het lokale, wat dicht bij de mensen, ja, staat. Misschien ook leuk om te vertellen, want je zei net van ja, die krant die ging goed en dat is ook zo. Ja. Maar dat kwam ook door een stunt die we bedacht hadden. Wij introduceerden de krant voor half geld. Dus wij dachten van, die krant is gewoon duur voor de Betuwe. De Betuwe is toch een gebied wat heel lang geïsoleerd is geweest. Ja. Waar de lonen niet hoog waren. Klopt. Waar mensen op de steenfabrieken werkten. We zeiden, nou, dan moet je niet met een dure krant komen. Wij komen met de krant voor half geld. En het heeft een enorme publiciteit opgeleverd. De Gelderlander was heel boos. Die ging dat aanvechten. Dat was allemaal goed voor de publiciteit. Mm-hmm. Dus die krant die had zoveel reclame en bekendheid gekregen door die actie, dat het heel goed ging lopen. En daar heb je het enige tijd vol kunnen houden, die actie? Ja, daar hebben we een aantal maanden vol gehouden. Ja. En advertenties, want ja, vaak is er ook een beetje traditie zit erin. Bedrijven kiezen voor de Gelderlander of voor het Vrije Volk. Misschien had je toen ook nog te maken met de verzuiling. Hè? Ja. De ontzuiling was wel wat gaande. Ja. Maar je had nog sterk die verzuiling. Jullie waren daar nieuw in. Ja. Hoe kwam je dan die markt binnen om ook de advertenties in de Tielse krant verkocht te krijgen? Nou, we hadden sowieso alle overlijdensadvertenties. Dus met de plaatselijke begrafenisondernemers hadden we contracten. Mm-hmm. Die kwamen allemaal bij ons. En dat was heel belangrijk voor de krant. Dus dat was ook een bewuste keuze om dat te doen? Ja, het dagblad, ja, was heel snel. Vroeger was het dus een nieuwsblad. Mm-hmm. Dan moest je langer wachten voordat die advertentie erin kwam. Maar bij ons kon je dus de volgende dag die advertentie al lezen. Dus dat was een goede service voor de ondernemers. En iedereen kon bij ons adverteren. Ook de slager om de hoek met zijn leverworst. Ja. Die kon de reclame in een dagblad zetten. En dat kan niet meer tegenwoordig. En hadden ze nooit de gedachte in die tijd, je was 24, was dat toch voor snotneus? Misschien zouden ze tegenwoordig toch wel denken. Hè? Kon daar een snotneus bij. Die chef-redactie, die wil een dagblad in de markt zetten. Is ook nog concurrerend voor anderen. Heb je nooit het idee gehad van, ze vinden je toch wel heel erg jong? Nee, dat heb ik niet gevoeld. Ik denk dat ik ook toen al een stuk enthousiasme meebracht. Waarvan ze zeiden, god, dat is best verfrissend, ja, in die markt. Vergeet niet dat die markt heel lang hetzelfde was. Mm-hmm. Die Gelderlander is al oud, Vrije Volk is een hele oude krant. Er kwam toch iets binnen dat nieuw was. En ook als zodanig werd herkend. En er hoort ook een beetje een nieuwe vent bij, dus dat ging wel goed. Je werkt ook met een jong team natuurlijk. Ja. Er waren ook jonge mensen. Ja. Aad Nekeman is van het begin af aan bij geweest. Ja. En was dat van 9 tot 5? Nee, we waren eigenlijk continu bezig. Mm-hmm. Ik zei al, ook de nacht werd benut, want wij moesten 's nachts zorgen voor de kopij. We moesten ook de krant zelf maken. Dat betekent dat je die dummies had. Je tekende een foto in en je bedacht een kop. Mm-hmm. En je moest allemaal 's avonds laat of vroeg in de nacht nog klaar zijn. Hoeveel uur maakte je in de week? We begonnen meestal om 8:30 met een korte bespreking van de dag. En dan werd het werk uitgezet en 's middags gingen we de deur uit. Mm-hmm. We hadden geen computer, ook geen archief, maar we hadden de straat. Ja. Daar werd het opgepikt, of onze contacten. Daar deed het nieuws op? Ja. En soms ook 's avonds? Ja, de raadsvergaderingen hielden we allemaal bij, we hadden er een stuk of 11. Vergeet niet dat er een gemeente, ja, Ophemert was, een gemeente Varik, ja, een gemeente Est en Opijnen.
gemeente Kesteren. Allemaal voor de herindeling, hè? Gemeente Echteld, ja. Die hielden allemaal bij. En heb je later je een heel andere stap gezet. Ook weer bijzonder, want je was de eerste, de chef-redactie die hier als hele jonge knul, 24 jaar, die krant ging opzetten. Je was ook in deze hele regio de eerste voorlichter. Ja. Hoe is dat gegaan? De gemeente Tiel had op een gegeven moment behoefte aan een voorlichter. Hoe is dat ontstaan? Ja, de gemeente Tiel had daar behoefte aan, dat klopt. Maar ik had zelf ook behoefte om wat anders te gaan doen. Mm-hmm. Ik had natuurlijk in die tijd dat ik die krant heb gemaakt zo intensief. Ik was er zo intensief mee bezig geweest dat ik op een gegeven moment dacht van, goh, moet ik dit altijd blijven doen? Ja, 1968 ben je daarmee begonnen. Ja. En wanneer ging die vraag zich voordoen van voorlichter bij de gemeente? Ik ben in 68, 78 naar de gemeente gegaan. 10 jaar later? Ja, 10 jaar later. En dat was op het moment dat Verducht in het nieuws kwam landelijk, door die gifuitstoot. Ja. En de toenmalige burgemeester Broekens werd overstelpt door kranten. Ook landelijke media? Ja, landelijk tv, alles. Dat was groot nieuws. En die verzuchtte toen van, goh, dat kan ik helemaal alleen niet aan. Ik zou iemand moeten hebben die dat in de sfeer van de voorlichting op zich gaat nemen. En toen is er een onderzoekscommissie aan de slag gegaan. Om een rapport te schrijven van hoe doe je dat dan in de praktijk. Mm-hmm. Voorlichting opzetten dus. En daar kwam uit van benader een journalist. Dat was een onderzoekscommissie in Tiel, lokaal? Ja, daar waren wat lokale mensen ook en wat mensen van buitenaf. En die kwamen met het advies aan de gemeente Tiel. Als je doet, neem een journalist. Die kent het métier, die weet hoe de krantenwereld werkt enzovoort enzovoorts. Nou ja, ik heb daar zelf in de krant over geschreven. Gemeente Tiel zoekt journalist voor voorlichting. Mm-hmm. En nooit aan gedacht dat ik dat zelf zou kunnen gaan doen. Hoe is dat toch gegaan dan? Je bent het wel geworden. Broekens heeft me benaderd. Heeft je gevraagd? Gevraagd. Die heeft gezegd, zou het iets voor je zijn? Op die wijze. En toen zei ik nee. In de verste verte niet. Mm-hmm. Maar alles overwegend, je denkt van, ja, ik wil op de duur wat anders. Ik ken het gebied goed. Het is toch ook weer wat nieuws. Ja. Ook landen gezien. Hè? Je zegt, de ontwikkeling van de voorlichtingsdiensten, dat kwam over naar de grote steden ook op. Ik dacht van, misschien is dat toch wel een leuke toekomst ook. En het maakte me ook wat rustiger, want ik was erg gespannen in die tijd. Ik moest bijna altijd op pad. Ja. Geen tijd meer naar de ouderhaal van de kinderen te gaan. Daar weer geen tijd voor. Dat niet kunnen doen. Nou. En alles afwegend heb ik gezegd, nou, onder bepaalde voorwaarden zou ik het wel willen doen. Maar het probleem is wel, als ik het niet word, dus ik doe mee. Ja, dan weet men best dat ik gesolliciteerd heb, maar dan word ik afgewezen. En dan moet ik weer terug als chef-redactie van de Tielse Courant. Dat is toch een lastige situatie. Dus toen heeft het toenmalige college gezegd van, nou, als jij doet, dan kom je een heel eind. Om zo maar te zeggen. Ja. Ja. Was er soms niet raad ten opzichte van je oud-collega's? Want je bent dan voorlichter van de gemeente en je hebt dan die pers. Ja. En de taak van de pers is ook om kritisch te zijn, om proberen om in ieder geval zoveel mogelijk te weten te komen. En soms kan de taak van de voorlichter zijn om zo min mogelijk prijs te geven. Ik chargeer natuurlijk. Nee, maar dat is ook zo. Het was voor mij lastig. Voor de pers was het lastig. En voor het bestuur was het lastig. Van in hoeverre kun je die vent zijn gang laten gaan. De functie bestond niet. Er was geen protocol. Nee. Ik kon niet zeggen, je voorganger deed het zo, want die was er niet. Ja, en de journalisten die hadden toch misschien in zekere zin een beetje waardering voor me. Dat ze zeiden, van, nou, laten we maar een kans geven, want zo'n kwaaie ben is nou ook weer niet. Maar, dus dat liep toch aardig. En je moet niet vergeten, op een gegeven moment ben je toch ook wel weer interessant voor een journalist. Mm-hmm. Want je kunt deuren voor ze openen, je kunt contacten leggen. En in die tijd was dat nog niet zo. Als wij op het stadhuis kwamen, dan moesten we dingen overschrijven. Dan kon je misschien een keer gebruik maken van een kopieerapparaat, maar niet altijd. Dus je gaf toch een bepaalde faciliteit aan die journalisten. Mm-hmm. Wat is het belang van voorlichting? Je hebt dat heel lang gedaan, hè? Wat is goede voorlichting? Voorlichting, de term is ook verdwenen. Hè? Het gaat nu om communicatie. Ja. Wat is goede communicatie? Ja. Nou, voorlichting is inrichtingsverkeer. Jij vertelt mij wat en je ligt mij voor. Als ik wat terug zeg en ik geef ook mijn mening en we komen tot communicatie, een heel ander vakgebied. Dus, en dat ging al heel snel. In het begin ging de gemeente allerlei dingen in de richting van de burger vertellen. Dat willen we gaan doen. Maar dat sloeg al heel gauw om in de sfeer van
wat denken jullie ervan? En dan krijg je inspraak, participatie. En dan maakt dat vak veel breder. Dus het groeide uit van voorlichting tot burgerparticipatie, zeg maar. Ja. En die taak voor mij, die werd steeds breder. Ik moest optreden als woordvoerder op allerlei avonden, dingen uitleggen. Is dat ook wel een element van stadspromotie? Ja, dingen uitleggen, de betrokkenheid van mensen mobiliseren, daar ging het eigenlijk om. Ja. Ja. Die hele ontwikkeling heb je dan meegemaakt, want je ziet dat heeft in de loop der jaren ontzettend veel accent gekregen. Ja. Want de gemeente, er zijn gemeentes die inmiddels diverse mensen, hele afdeling communicatie hebben. Ja. Hoe kijk je daarna? Is dat ook een goede ontwikkeling? Want dan zie je soms dat een gemeente 3-4 communicatiemedewerkers heeft en de pers zit er nog met één man, zou ik maar zeggen, of één vrouw. Ja, wat mijn standpunt altijd is geweest over deze situatie is van zorg nou dat je als voorlichter, zeker communicatiespecialist, allround bent. Ga niet in een vakgebied zitten. Wat je nu ziet is, ik ben communicatieadviseur op het gebied van onderwijs. Ik ben het op het gebied van ruimtelijke ordening. Ik ben het. Nou, iedereen heeft zich in een bepaald hokje gedrongen. Mijn theorie was altijd, zorg nou dat je van alles wat afweet, want het communicatievak is eigenlijk overal gelijk. Ja. En daarom heb je dus die grote aantallen nu, omdat ze allemaal een afdeling hebben en bij elke dienst zijn ingekwartierd en alleen maar voor die dienst communiceren. Wat is jou nou meest bijgebleven? Je hebt meegemaakt hoogwaterperiode, je hebt meegemaakt instorten van de valk. Verducht, maar ook in latere fase nog verducht. Er zijn allerlei ook bijzondere situaties geweest die landelijk de aandacht hebben gevraagd. Wat heeft bij jou nou, zeg maar, toch het meest nagelaten waar je zegt, dat is toch wel eigenlijk goed bijgebleven? Een bijzonder moment geweest. Of bijzondere momenten. Wat er in Tiel is gebeurd, is natuurlijk heel veel spanning geweest bestuurlijk. Problemen met de korpsje van politie, problemen met gemeentesecretaris. Heel vaak in problemen in die sfeer. Ja. In de sfeer van onderling wantrouwen, wat botste. En daar zit je als communicatiespecialist heel lastig tussen. Dat is bijna niet goed te doen. Dat is bijna niet te doen. Nee. En dat was de moeilijkste periode. Dat ik soms een persconferentie moest beleggen om het ontslag van de korpschef aan te kondigen. Ja. En dan zat ik daar en dan, die man was er ook bij. En dacht ik, jongens, het is toch een lastig vak wat ik aan het doen ben. Dan is het heel zwaar. Dat is heel zwaar. Dat zijn moeilijke. Vooral ook met die persoonlijke componenten. Persoonlijke componenten, ja. Blijft mensen werken, je blijft, en je moet het dan vakmatig doen. Ja. Maar ondertussen voel je wel van binnen dat er heel wat gaande is met jezelf ook. Hè? Ja. En je hebt dat eigenlijk tot aan je pensioen gedaan bij de gemeente. Hè? Weliswaar is die afdeling ook groter geworden. Ja. En ook zeg maar veel breder wat taakstelling betreft. Ja. Ja. En bovendien kreeg je ook steeds meer dat de vakambtenaar ook na ging denken over participatie en hoe moet ik het wegzetten. Ja. Dat was ook de opdracht natuurlijk. Ja, dat proberen wij ook over te dragen. Hè? Ja. Kijk, ik heb ook intern cursussen gegeven van hoe schrijf ik een persbericht. Ja. En geprobeerd om die kennis ook aan collega's over te dragen. Het was niet zo dat wij alles maar wilden doen. Ja. Maar we wilden wel proberen dat als organisatie die communicatie verbeterde. Ja, ik wil proberen te komen bij de afronding. We hebben natuurlijk vogelvlucht over je periode bij de krant gehad, bijzondere periode, voorlichting. Je bent daarna ook nog 8 jaar raadslid geweest. Je hebt allerlei manieren heb je Tiel gediend, om maar zo te zeggen. Wat is bijzonder aan Tiel? Ja, ik ben blijven hangen en dat is het bijzondere. Mm-hmm. Ik heb het er naar mijn zin. En waarom is dat zo? Omdat het toch, wordt gezegd, stadsallures heeft. Dat valt nog wel mee trouwens hoor. Maar het is toch een stad met een verleden. Er is een stukje geschiedenis, een cultuur in. Het ligt mooi. De bevolking spreekt me wel aan. Daar heb ik toch mijn weg in gevonden. En dan denk je, dat is toch geen slechte keus geweest. Nee. Dus allerlei dingen die ik heb gedaan, hebben altijd wel verband gehouden met Tiel. Dat is voorzitter geweest van de profronde en oprichter. Ja, we kunnen zo weer een kwartier vullen. Hè? Ja. Maar dat geeft ook aan dat de stad me, laat ik zeggen, het gevoel voor de stad domineert bij mij. Na aan het hart gaat. Ja. Wat is belangrijk voor de toekomst van Tiel? Maar iemand met zo'n lange geschiedenis en ervaring. Ja. Die vraag, wat vind jij belangrijk voor die toekomst van Tiel? Als ik terugkijk, dan zou ik zeggen van neem niet te veel hooi op je vork. Wat er is gebeurd in Tiel, is dat er heel veel plannen zijn gemaakt. Ook vaak goede plannen hoor, en er zijn er ook wel uitgevoerd. Ja.
Dat is het punt niet, maar Tiel kan het niet aan. Om een voorbeeld daarvan te geven, we hadden, praat even over de tijd dat ik politiek bedreef, een blauw boekje. Dat was een boekje vol met plannen. Met projecten. Met projecten. Ja. Hè? Maar het boekje werd steeds dikker. Ik zei altijd, dat boekje moet steeds dunner worden, want die projecten moet je uitvoeren. Ja. Hè? En dat zou ik voor de toekomst willen meegeven. Concentreer je op bepaalde haalbare zaken. Probeer daar met elan aan te werken. Ik vind de Westluisterpoort Poort een mooi voorbeeld van. Mm-hmm. Zo moet je het doen. En laat alles wat ballast is, waar heel veel kosten mee gemoeid zijn, ook vaak plankosten, laat die maar even zitten. Nou, dat is een ongevraagd, eigenlijk een gevraagd advies in dit geval. Jan, bedankt voor het gesprek. En de betrokkenheid die je bij Tiel hebt gehad in al die jaren, is meer dan gebleken uit dit gesprek. Oké, dankjewel.